zie heel veel mensen snuisteren. En ook, het is ook de allereerste keer dat wij deze prachtige avondopeningen hebben. En het is natuurlijk in kader van 11-11-11. Deze morgen zag ik, niet persoonlijk, maar hebben ze mij toch foto's doorgestuurd, van mensen die al zwemmend uiteindelijk heel wat kilometers aflegden in ons zwembad. Allemaal voor 11-11-11. Morgen gaat weer een bende vrijwilligers uiteindelijk de baan op en zullen zij u tegenkomen aan de verschillende warenhuizen om ook weer promotie te maken en vooral die fondsen te verwerven voor 11-11-11. We staan hier bij de opening van de tweedehands boekenbeurs. We hebben dit jaar gekozen voor een feestelijke avondopening omdat we 10 jaar al te gast zijn in de bibliotheek voor onze verkoop. De verkoop van de boeken gaat integraal naar 11-11-11. En we krijgen de boeken van mensen die eventueel een boeken kwijt willen, maar ook het overgrote deel komt van de bibliotheek. Wij zijn nog geopend tot volgende week zaterdag. Kan u hier komen rondneuzen? Er zijn duizenden boeken in verschillende categorieën. Romans, zowel romans, kinderboeken, non-fictie als cd's. Dus ik zou zeggen, kom even langs. De boeken en de cd's, alle materialen zijn te koop aan 1 euro. En de opbrengst gaat volledig dus naar 11-11-11.